Eindhoven Airport wil flink uitbreiden de komende 10 jaar. De regio groeit economisch en dus is er veel meer behoefte aan vliegverkeer, zegt de luchthaven. Maar voor bewoners en milieuorganisaties is het genoeg. Zij zijn bang voor veel meer geluidsoverlast en luchtvervuiling. Welkom bij Studio Stadhuis. De vliegtuigen vanuit Eindhoven Airport vliegen ze hier over het dorp, achter de kerktoren. En dan gaan ze over Best, Achtse Barrier. En eigenlijk is het vreemde dat de meeste vliegtuigen gaan naar het zuiden, maar ze moeten opstijgen over het noorden en maken dan een hele grote bocht richting hun bestemming. Het is dagelijkse kost voor veel omwonenden van Eindhoven Airport. Herrie door vliegtuigen. Tienduizenden bewoners in de regio hebben er last van en zijn de overlast zat. In de Eindhovense wijken Bliksembos en de Achtse Barrier, maar ook in Best, Zon en Eersel. We hebben nu elke dag heel veel zonnig weer gehad. En je ziet iedere dag vliegtuigen overkomen. Als het mooi weer is en je zit in je tuin, een normaal gesprek, dat kun je feitelijk niet voeren. Want als een vliegtuig overkomt, dan kun je elkaar niet meer verstaan. En het wordt alsmaar erger. Dat is juist het grote probleem. Hè? Er zijn direct helemaal geen momenten van rust meer. Mensen die kinderen hebben, en zeker in de zomer als je met je raam open wil slapen, je wordt er gewoon wakker van. En als je die wakker maakt, dan krijg je dus gewoon ook leerproblemen. Dat is ook aangetoond. En het lijkt net of ze geen oren hebben naar deze problemen en maar één doel hebben. Zoveel mogelijk vliegtuigen, groeien, goedkope vluchten en hoe meer hoe beter. Hier achter mij vertrekken en landen jaarlijks nu zo'n 37.000 vliegtuigen. Maar dat worden er veel meer. Het huidige plafond staat op 43.000 vluchten per jaar. En dat plafond geldt tot 2020. Dit jaar gaan omwonenden, regiogemeente en de luchthaven afspraken maken over de eventuele groei na 2020. Toch spreken de luchthaven en het ministerie al over enorme groeiscenario's. Van 55.000 vluchten per jaar, 73.000 vluchten per jaar en zelfs 100.000 vluchten per jaar. Bijna een verdrievoudiging van het aantal nu. Deze regio is een brainport-regio en dat betekent dat er gewoon veel vraag is naar vliegverkeer. En ik ben ervan overtuigd en alle analyses zeggen dat ook, dat die vraag naar vliegverkeer ook in deze regio gewoon gaat groeien. Dus die vraag die is er. Maar of het maatschappelijk wenselijk wordt geacht, daar gaat natuurlijk de discussie over. Wil je die als luchthaven invullen? Wij zijn een luchthaven, dus in beginsel zijn wij daar wel voor in. Maar dat is allemaal niet zo relevant. Het wordt uiteindelijk een maatschappelijke afweging en daar hebben we bestuurders voor, wethouders voor, ministers voor. De schrik die sloeg me om het hart. En of het allemaal zo erg zal gaan worden, dat weet ik niet. Maar er komt groei. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Dat gaat gebeuren. Ik heb ook al aangegeven dat wij ook graag scenario's willen zien met minder vliegbewegingen. En om te kijken wat is de profijt voor de regio daarvan en de milieuwinst. Ik heb daar hele grote vraagtekens bij of het economisch belang wel zo groot is. Als ik kijk, mensen die bijvoorbeeld vertrekken vanaf Eindhoven Airport, die komen met hun auto of wat voor vervoermiddel komen ze hier aan, stappen in het vliegtuig en zijn weg en gaan hun centjes ergens anders opmaken. Er is niet alleen protest van bewoners. Ook milieuorganisaties zijn niet te spreken over de groeiplannen. Want meer vliegtuigen betekent ook meer luchtvervuiling. Dit vliegveld is de grootste bron van klimaatschade binnen de gemeente Eindhoven. En over een jaar of wat, het duurt niet lang meer, richt het vliegveld evenveel klimaatschade aan als de rest van de gemeente Eindhoven bij elkaar. En daar kun je alleen maar wat aan doen door minder te vliegen en zuiniger te vliegen. Vliegtuigen die, vooral als ze opstijgen, die verbranden kerosine. Kerosine, dat is tamelijk vuile brandstof. Dat is een soort rode diesel met veel zwavel. En veel benzine. Bij auto's is dat probleem grotendeels opgelost, omdat benzine en diesel voor auto's ontzwaveld zijn en auto's een roetfilter hebben. Maar bij vliegtuigen is dat allemaal niet. Eindhoven Airport zegt de nodige maatregelen te nemen tegen de overlast, zoals andere vliegmethoden en nieuwe vliegroutes.
En daar gaat het de komende jaren mee door. Er ontstaan altijd weer nieuwe manieren om hinder te beperken. Rondom Schiphol zijn succesvolle experimenten gedaan met het aanplanten van olifantengas. Daar gaan we ook naar kijken rondom Eindhoven Airport, of we daar iets mee kunnen. We kunnen ook ribbels aanbrengen in het gebied tussen de luchthaven en de bebouwde kom. Dat schijnt ook goed te werken rondom Schiphol. Nou, daar kunnen we gewoon van leren. Toch hebben bewoners, maar ook regiogemeenten twijfels. Zeker als het gaat om de vluchten na 11 uur 's avonds. Het GGD-onderzoek toont duidelijk aan dat meer vluchten en vluchten op dat soort tijdstippen tot slaapverstoring leiden. En slaapverstoring kan ook tot gezondheidsklachten leiden. En met name dat punt uit het GGD-onderzoek weegt voor ons zwaar. Er is een klachtenrapportagesysteem dat laat duidelijk zien dat het aantal klachten erg is toegenomen. En met name in de achtste barrier. Tot 50% van de mensen geeft aan dat het gehinderde burgers zijn. Dus er wordt gewoon niet naar omwonenden geluisterd. De Eindhovense politiek is nog verdeeld over Eindhoven Airport. Een aantal linkse partijen ziet de groeiplannen niet zitten, een aantal rechtse fracties wel. Er is een economische factor, we praten ook over vestigingsklimaat. We willen als Eindhoven een excellent vestigingsklimaat, dat hebben we op dit moment. En dat moet versterkt worden en daar speelt zeker Eindhoven Airport een grote rol in. Mag Eindhoven Airport groeien naar 2020? Nou, dat is echt nog maar de vraag. Hoe het proces op dit moment loopt, dan denk ik dat we echt grote twijfels hebben over of dat mogelijk moet zijn. Dus het mantra economie, laat dat maar eens even wachten. Airport is super belangrijk voor onze regio. We willen die zeker ook houden, maar wel echt nadrukkelijk met de voorwaarden dat er alles aan wordt gedaan om de overlast tegen te gaan. Het belangrijkste is voor ons dat de huizen worden geïsoleerd van de mensen die elke dag last hebben van het vlieggeluid. Veel fracties spreken zich nog niet uit. Ze willen eerst wachten op de cijfers over de groeiscenario's. Die moeten ook antwoord geven op de hamvraag. In hoeverre kan het vliegverkeer groeien zonder dat de geluidsoverlast en vervuiling toeneemt of zelfs daalt? Wat we nu zien is dat er wel scenario's worden geschetst voor groei, maar dat heel weinig de omwonenden die dus overlast hebben van het vliegveld erbij betrokken worden. En dan mis je denk ik wel een stap, want deze mensen hebben er elke dag mee te maken. Om heel eerlijk te zijn, 100.000 vluchten, die zien wij ook niet zitten. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat je met dat soort aantallen nog een leefbare omgeving houdt, nee. Maar een onsje minder, als je het hebt over 73, is ook een scenario. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aantal. Is dat ook realistisch? Laten we even de scenario's afwachten en de uitkomsten van de onderzoeken en de plannen. Dan gaan we beslissen wat we willen doen. We kunnen ook zeggen krimp, maar dat is geen scenario waarover nagedacht wordt. Zou ik ook een interessante vinden. Als je ziet dat op dit moment wij als stad een opgave hebben van 1200 ton CO2 wat we moeten reduceren. En Eindhoven Airport stoot er al de helft daarvan uit. Dan is de vraag echt, kun je door blijven groeien als je je klimaatdoelstelling van Parijs serieus neemt als gemeente? Had ook niet minder vluchten meegenomen moeten worden dan? Wij denken dat dat op dit moment geen reële optie is. En als je dus kijkt naar het economische belang en het belang voor het vestigingsklimaat, denken wij niet dat we moeten krimpen, nee. Begin dit jaar is er gestart met een zogeheten leefbaarheidsfonds. De gemeente, de luchthaven en provincie stoppen er geld in om daarmee de geluidshinder en luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld met woningisolatie. Maar GroenLinks en de PvdA twijfelen aan de goodwill van Eindhoven Airport. Want die stopte tot nu toe pas 2 ton in het potje. Eindhoven Airport met een omzet van 53 miljoen. Met ongeveer een winst van 10 tot 11 miljoen per jaar. Per jaar 2 ton reserveert voor leefbaarheid voor de omwonenden. Ja, het spijt me zeer, maar dat is toch natuurlijk gewoon te belachelijk voor woorden. Wat hier zojuist ook door D66 werd beweerd, is precies wat ze in Amsterdam, rondom de aanleg van de vijfde baan, het begrip geschiphold worden noemde. Oftewel, er wordt van alles beloofd. Ik heb het ook zaterdag opgepikt van andere tijden. Er wordt van alles beloofd, er wordt niks nagekomen en het wordt allemaal teruggedraaid. Ik weet niet waar de heer Rijmaaks vandaan had dat ik het leefbaarheidsfonds in twijfel trek. Het bestaat gewoon en wat ons betreft is het prima. Alleen weten we op dit moment nog niet wat het gaat doen na 2019. Wat er nu de afgelopen 5 jaar in het leefbaarheidsfonds is gestopt door Eindhoven Airport, want die stoppen er maar 2 ton in, hè, geen 808.000, is 1 eurocent per passagier wordt er in het leefbaarheidsfonds gestopt. 1 eurocent. Poeh. So far duurzaamheid en leefbaarheid vanuit Eindhoven Airport. U heeft er weinig vertrouwen in dat de airport wel die leefbaarheid goed gaat bewaken de komende tijd. Nou, zoals de heer Meijs vorige week aan de gemeenteraad het vertelde, klonk het niet rooskleurig.
heeft weinig vertrouwen in de directie. Ze mogen wel eens wat steviger opkomen voor de omwonenden, want ze hebben een bedrijf, een heel belangrijk bedrijf, maar ook een bijzonder bedrijf die heel veel overlast veroorzaakt. GroenLinks en PvdA twijfelen niet alleen aan de goede wil van Eindhoven Airport. Ook het economisch belang voor de Brainport-regio van een snel groeiende luchthaven trekken ze in twijfel. Want het overgrote deel van de passagiers is toerist. Maar we hebben als regio altijd aangedrongen op voor Brainport relevante bestemmingen. Dus met een zakelijk zwaartepunt. Laat ik één voorbeeld noemen van het tegendeel. We hebben inmiddels 7 bestemmingen op Griekenland. Dat is 10% van alle bestemmingen van Eindhoven Airport gaat naar Griekenland. Ik heb even opgezocht wat Griekenland betekent als handelspartner. 1% wat wij importeren en exporteren gaat naar Griekenland. En 10% van de vluchten gaat naar Griekenland. Daar de Brainport-ambitie. Dus het gaat even over het vestigingsklimaat. Onze experts die bij ASML werken, die willen graag op vakantie naar Griekenland. Dus in die zin hoort dat gewoon bij ons vestigingsklimaat. De heer Meijling heeft het over experts die op vakantie gaan, maar tegelijkertijd hebben we ook experts die uit Griekenland komen en die misschien af en toe naar huis willen. En een van de andere aandeelhouders, de provincie, heeft wel een uitspraak gedaan en die heeft gesteld dat men geen extra toeristische bestemmingen en passagiers meer wenst voor Eindhoven Airport. Dus in de provincie hebben ze het licht gezien, wij in Eindhoven nog niet helemaal. Maar ik vraag aan de wethouder of de wethouder die mening deelt. Oftewel, als we dan toch moeten groeien, zou dat een groei moeten zijn waar het zwaartepunt op Brainport-ambities ligt. En niet op toeristische ambities in Griekenland, Italië of Antalya of et cetera. Dit voorjaar komen de onderzoeksresultaten over de groeiscenario's naar buiten. Dit was Studio Stadhuis. Volgende week zijn we weer bij je terug. En dan volgen we de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 21 maart. Tot dan!